Hey, goedemorgen luidjes. Het is alweer zaterdag de 18e. Vorige week waren er sleepdagen in Zwartsluis. Ja, ik had er wel naartoe gewild, maar wegens familieomstandigheden kon dat even niet. Nu de boten van deze week. Een prachtige zonnige week. We hebben een schitterend Pinksterweekend. Dus geniet van alle evenementen die er zijn. En see you next week. Enjoy. Oh ja, abonneer en doe minstens een duimpje. Ciao, ciao.
Kijk, dat is een schatje. Allemaal nieuwe boten de laatste tijd. Deze heb ik nog nooit eerder gezien. Strijder. Wat is dat? Leeuwarden. Nou ja, ze gaan het kanaal ook groter maken. Of nee, de bochten een beetje zodanig maken dat er ook wat grotere boten door kunnen.
door het Van Haringsmakanaal. Ik ben benieuwd. Wij krijgen in elk geval in het najaar een nieuwe damwand. Het zou tijd worden. Er zitten ze ook al meer dan 10 jaar over te lullen. Vrijer komt weer terug, Wietse. Ja, ik heb een bak zand opgehaald. Allemaal zand voor een zandbak. Mm-hmm. Ja. We gaan zo meteen even de auto wegbrengen. Hm? Ja. Even kijken of een nieuwe distributie weer mee moet. Huh? Oh, ik krijg uit een badje van jou. Ik krijg uit een kluifje van jou. Ja. Yeah. Ja. Een beetje. Huh? Ja. Stroom. Ook nog nooit gezien.
komt langs. Een bakbeest. En daar gaat de Zandexpress op dinsdag. Ja, dan hoor je de motoren en zeker afremmen. Ik denk het wel, ja. Blijf ook jij lekker in de zon zitten. Een bakje koffie meenemen naar beneden. Mooi aan de waterkant. Esther. Ik heb nog nooit gehoord van Esther. Allemaal nieuwe boter de laatste tijd. Allemaal nieuwere die er langskomen, hè? En grotere. Nee, waar komt die vandaan? Weet je dat? Had je nog gezien waar die vandaan kwam? Zwijndrecht. Oh, Zwijndrecht. Mensen, kinderen. En dan kan je.
daar gaat de Zandexpress. Net zijn snuitje gemist. Iets onder de bank. Sorry.
ze door de brug is, dan hoor ik hem al. Een minuutje. Een minuutje. Van Haringsmakanaal, 37,5 kilometer lang. Ze willen ze geschikt maken voor wat grotere boten, maar dan moeten hier en daar wat bochten worden vergruimd. Ik heb een PDF toegevoegd in de beschrijving. Dan moet je maar eens kijken. Ik geloof bladzijde 9 van de PDF. Dan hebben ze het over de breedte en de diepte van het kanaal.